Intussen onder impuls van Hoeken weer verbrokkeling bij de kopgroep. We zijn bezig aan de Oorschot, 2,4 kilometer lang, met toch een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%. En bij de minste versnelling van Hoeken. Hij is gewoon de beste, nee, je ziet dat, ja. En nog een heel aantal van de continentale formatie. Van de continentale formaties moeten eruit onder het werk van Israël Premier Tech. Dylan Teuns, die schuift daar ook op. En dat is gezwind. Hier hebben we Pedersen die eraf moet. Oei. Dat had ik nu niet gedacht. Dat is verrassend. De doorkomst op de Oorschot. Van Hoeken pakt daar weer de 3 punten voor Vincent John en Oliver Matthijs. Uitgedund peloton intussen met nog 40 kilometer te gaan. En op dit moment wordt Harm van Hoeken ingelopen. Na een vlucht van zo'n 140 kilometer. Wie kan er nog mee? Turgis zit daar ook nog klaar. Met Polit Lost. Bourgaudot. Laat de gat vallen. Maar Van Wilder mag niet te lang wachten. Hè. Aramburu nog eens. Ook Bennett. George Bennett wordt gemeld bij de geloste. Van Wilder in reactie op Aramburu. Op 1 kilometer van de laatste doorkomst op de Ellerberg. Sivakov in het wiel van Wilder. Sivakov met Van Wilder. De knelt die moet enkele lengte laten. Maar Sivakov kan natuurlijk ook doortrekken. Hè. Dat zou mooi zijn. Die twee naar de streep. Dan is volgens mij Van Wilder de rapste. Als hij nu nog die bonificaties kan pakken die hierboven. Dan zou dat moeten kunnen doen, Jan van Wilder. Van Wilder is goed. Ja. Dat ze pakken. Dat scheelde niet veel. Ja, moest hij eigenlijk aan de andere kant gepakt hebben, maar ja. Heeft de kosten weggepakt. 3 seconden, ja. 2 voor Sivakov en nog eentje voor de man van UAE. Het is Groschartner van UAE. Die ook mee is met Van Wilder en Sivakov. En dit zijn de eerste achtervolgers. Dat is Dylan Teuns en Peyo Bilbao. En het rugnummer van de man van DSM Firmenich is moeilijk zichtbaar. Dat wappert zomaar wat. 10 seconden hebben ze. Van Wilder, Sivakov en Groschartner. Het is Kevin Vermaarken voor DSM Firmenich die mee is daar bij de achtervolging. Ingaan van de laatste kilometer met Sivakov, Groschartner en Van Wilder. En komen Bilbao en Teuns en Vermaarken daar nog bij. De kans lijkt met een meter kleiner. Van Wilder nu naar de kop. Kan hij die aan Sivakov nog eens opdringen? Jawel. Groschartner schuift hij nog in. Kan Van Wilder in laatste positie aan die sprint beginnen? Daar lijkt het wel op, ja. En nu. Nu wordt het razendspannend. Wie zet de sprint als eerste in? Het is Van Wilder van achteruit. Ilan Van Wilder voor ritwinst in de ronde van Duitsland. Ilan Van Wilder lijkt het te gaan halen. Groschartner die komt niet meer aan dat wiel. Prachtige overwinning van Ilan Van Wilder, jawel. En ook leider, hè. Hij is ook leider, hè. 3 seconden, maar nu 10 seconden. Dus hij stond 7 seconden achter. Achter mannen die eraf zijn, dus... Heel fraai afgewerkt door Ilan Van Wilder.
mee geforceerd op die Ellerberg, de laatste beklimming, als eerste bovengekomen en dan autoritair het afgemaakt in de sprint. De top 10 in Merzig. Ilan van Wilder wint voor Groschartner en Sivakov. Vermaarken wint het sprintje van de achtervolgende drie met Teuns op 6. Dan Van Poppel die Vernon nog klopt in de uitgedunde pelotonsprint. Nikias Arndt op 9 en Alex Kirsch, de Luxemburgse kampioen, op 10. Dus het ziet er goed uit voor Jan van Wilder, maar de mannen van Sudal Quickstep zullen morgen wel aan de bak moeten de hele dag. Hij leidt dus met 9 seconden voorsprong op Groschartner en 10 op Sivakov.